zoals we eigenlijk net ook al zeiden, ik vind het toch wel ergens heel erg zielig. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga nu snel even de auto in en dan ga ik jullie dan vertellen wat vandaag allemaal op de planning staat. Zo, ik had even mijn shirt mogen strijken, hé. Potjandori. Nou, ik zit in de auto, jongens, en ten eerste, wat een weertje, hé. Wat een weertje. Ik zag laatst een comment van iemand die zei van ja, je hoort eigenlijk elke week in de vlog hoor je wel iets over het weer. En dat klopt, ja. Maar ik vind het weer gewoon heel belangrijk. Zeg maar, want als het weer zoals dit is, ja, dan ben ik gewoon vrolijk. En als het regent, dan vind ik het gewoon niet leuk. Vind ik gewoon niet leuk. Maar de planning voor vandaag, zoals beloofd. Ik ben nu onderweg richting Rotterdam. Want Fanta heeft iets heel erg lijfs georganiseerd bovenop het nieuwe instituut in Rotterdam. Ze hebben een soort van heel groot dakterras laten bouwen. Volgens mij zit het er niet standaard. En daar kan je allemaal hints vinden. Leaves komt optreden. Er zijn allemaal vette acrobaten met skaters. Het wordt allemaal heel erg dik. Dus ik heb er zin in. Het wordt leuk. Noah is er ook. En heel veel andere mensen. Misschien ook kijkers die nu hier naar kijken. Die zijn er geweest. Of als deze video online komt, die zijn er geweest. En in de avond ga ik naar Nederland, Polen samen met Gio. Dat wordt ook hartstikke leuk. Ook met de mensen van Cola. Dus ja, het wordt een leuke dag, jongens. Zo, ik heb echt nog een ochtendstemmetje. Horen jullie dat? De Rotterdamse knaltunnel. Dit is echt een heel klein tunneltje in Rotterdam. En daar ga ik altijd even lekker knallen. Dus daar gaan we. Terugschakelen. Ook lekker slim dat ik ga optrekken als gewoon mijn camera daarop. Ik zet mijn camera altijd hier in het hoekje. Maar is natuurlijk niet zo slim, hè, als ik daar ga optrekken, want dan gaat hij eraf. Jongens, we zijn aangekomen. Moet je eens eventjes kijken. Hier is het. Kijk, ik snap dat je ijdel bent. Maar om nou zo'n grote spiegel te bouwen. Doe eens even normaal, joh. Nou, daar gaan we, jongens. Over de roze trap. Ik ben benieuwd, hè. Is deze neergezet echt puur voor de hele Fanta-campagne? Of stond het er al? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga het zo even vragen. Workout, let's go! Ik heb het gehaald. Ik ben boven. Beetje buiten adem, maar we zijn boven. En kijk eens, jongens. Wat een uitzicht. Dit is wel echt dik, hoor, hè. Zo, die Salmhaventoren is zo lijp. Maar goed, hier is dus het hele Fanta-event met een heel podium. Hier gaan mensen allemaal gekke dingen op doen. En hier... alles in het teken van Fanta. Deze dingen die ook in Walibi stonden zijn er weer. Dus het ziet er dik uit. Smeer je goed in, hè. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Oh, wat leuk. Nee, het is wel lekker hier, maar... Anouk van Cola, die zei net... zeg maar, die is echt zo'n moederfiguur altijd. We hebben best wel veel events de laatste tijd. Dus ze komt echt naartoe. Heb je ingesmeerd? Ik zei zo, nee, ik heb me niet ingesmeerd. Ze zei, je moet je wel insmeren, want we staan hier in het zonnetje. Kijk hem liggen, hé. Kijk, lekker. Ja, maar dit is ons werk, hè, maat. Met padellen? Hé, hey, luister. We zijn nog niet begonnen. Nee, daarom. Kijk hem liggen, hé, lekker. Uitzicht erbij. Ja. Waar gaan we heen? Yo. Hoor je dat door? Ja, waarom zou ik dat niet heel snel anders? Laat nou even, dat is gewoon mooi, dat ziet er mooi uit, Noah. Hou maar. Ik zit weer in de auto en het event was hartstikke gezellig. En ik ben nu onderweg naar Pathé de Kuip, daar is een parkeerterrein. En daar heb ik met Gio afgesproken. Want Gio gaat vanavond gezellig mee naar de wedstrijd. Nederland tegen Polen. En we zaten net op de Witte Witstraat voor de mensen die uit Rotterdam komen. Witte Wit, dat kennen jullie allemaal wel. Daar waren we eventjes wat drinken. En daar zaten ook allemaal mensen in een Nederlands elftal t-shirt. Maar ook, er waren ook heel veel Polen trouwens. Maar goed, jongens, ik ben benieuwd. En we hebben straks eten in de Kuip om 7 uur. Dus lekker, jongens. Nou, mijn camera viel, maar ik wil zeggen, we hebben straks ook eten in de Kuip. Dus dat is hartstikke top. Want ik heb trek. Ik heb trek. Hey. Daar staan we dan. Met het mooie, fantastische probleem, omdat Gio dacht dat het is slim om met de vragen te komen, terwijl het overal fucking druk is in Rotterdam. Ik heb het een beetje opgevolgd. Ja, maar je doet het goed. Dit is perfect. Nou, ik wissel de wedstrijd. Nou, let's go, jongens. Zo, jongens, het is echt niet normaal druk hier. We staan nu echt al een half uur hier in de rij, of nou, een kwartier. In de rij. Je staat toch in de rij? Je staat toch in de rij? Maar we zouden eigenlijk om 7 uur gaan eten, maar dat... Ja, probeer het er wel een bitterballen over, want ik zit echt te verkrampen hier zo. Dat is echt niet normaal. Jij bent een beetje bak, hè, jongetje. Zo, okay. Oh, gaat het dan, joh? Ik had vanochtend moeten zien, gast. Dat is echt niet normaal. Maar ik heb jou ook zo van, joh, wat doe je straks om 4 uur? Want ik ben er straks om 4 uur klaar. Jij ziet de foto. Je ziet een foto dat je in je bed lag, maat. Jezus. Hé, hey, we mogen het. Het is vandaag 15:26 uur, inderdaad. Ja, maar ja, hè. Dat kan ook eens een keer. Gewoon even lekker bak zijn. Ja.
Er is niks mis mee. Nog steeds een fantastische file en we lekker aan het toeteren met z'n allen. Wacht, denk je dat als ik nu ga toeteren? Als ik nu ga toeteren, kijk als ze het weer gaan doen. Ja, doe. Oh, dan ging wel iemand anders. Ja. Pik. Dat heeft toch geen zin? Nee, iemand had gewoon de hele tijd zijn toeter ingedrukt. Oh, oh, oh. Jongens, echt waar, wat een chaos. Hé, hey, we hebben toch het eten gehaald. Ja, bro. En het mooie is, we hebben gewoon onze camera's mee naar binnen. Ik zei toch, je moet het gewoon doen. Ja. Soms moet je gewoon dingen doen. Ja, echt. Dankjewel. Goed advies. Door jou heb ik nu eindelijk gewoon een keer mijn kamer. Kijk eens even, jongens. We zitten in het stadion. Hey. Hey, waar zijn onze vlaggetjes? Ja. Waar komen ze? Edgar Davids in de basis. Ja. Weet je wie ook mee doet? Hoe doet hij mee? Weet je wie ook doet? Nou, Erik Kuyt. Ja? Wesley Sneijder doet ook allemaal mee. Ja? Ja. Ik heb Bort van Bel. Wat leuk. Ja, bizar. Ken je de tekst? Ik heb altijd kippenvel. Ken je de tekst? We zijn begonnen, verdorie. 1-0 Polen. Man, man, man. Koen, kijk eens even wat mooi. Niet normaal, hè? Hé, hey. Verdorie. Ja, dan. Wat doe je dat goed? Jongens, niks is beter dan voetbal kijken met een lekker biertje. En ook nog eens een zonnetje. En Giona. Ja, ik wist dat je dat ging zeggen ook gewoon. Nou jongens, de eerste helft is geweest. Wat een kutwedstrijd. Ja. Er gebeurt echt helemaal niks. 1-0 voor Polen. Lekker. Oh, ik heb een steentje gelat. Oh, die zag ik al de hele tijd op de broeder, de hele eerste helft. Wat stond je leuk te doen op de achtergrond, hè, joh. Hey. Hey. Oh, oh, hey. Fuck, jongens. Als de tweede helft is begonnen, we komen aan. 0-2. Man. Wat is het nou? 2-1. Ik kijk even. Ja, ik ook. Toch nog iets. Ik ben zelf al snel daarna. Oh. Hij telt gelukkig gewoon. Hey, rustig maar, rustig maar. Bro, we komen ten eerste te laat binnen. Ik wil kijken hoe het eerste doelpunt gescoord is. Ik ga mijn telefoon zoeken in Nederland. Ja, bizar. 2 goals gemist. Even kijken wat een zomers outfit ik aan heb, want wij gaan richting Ouderkerk aan de Amstel naar het terras. En moet je eens even kijken. Deze heb ik echt heel lang niet meer aangehad, maar ja, ik had alleen geen korte broek. Dus ik heb het zwembroekje van Wim aan, maar het ziet eruit als een korte broek. Maar Wim, we vergeten iets heel belangrijks. Vertel. Wat gaan we doen? Wat gaan we nu doen? In de zon zitten. Kom maar even mee. Nee. Kom maar even mee. Nee. Wim, kom jij maar even mee. Nee, ik heb hem al ingesmeerd. Jij hebt je helemaal niet al ingesmeerd. Kom jij maar eens even hier. Waar is hij? Hier. Ho. Ik hoef je niet mijn arm te houden. Hier. Ga jij maar even goed insmeren, jongeman. Is belangrijk. Jongens, als de zon schijnt, smeer je in. Want je wilt geen huidkanker. Dat wil je niet.
Je, niet alleen dit, hè. Je moet nog ook je armen doen. Kom op, Wim. Doe nou even goed, man! Olivia! Jongens, insmeren is belangrijk. Ja. Smeer je in. Smeer je in. Zonder onderkin. Oh. Zo, kijk eens even wat een luxe, jongens. Lekker aan het water. Kijk, dat vind ik wel zo chill aan gewoon wonen waar wij wonen. Dat je gewoon, je bent zo in de stad, maar je bent ook gewoon zo in, hier lekker in de rust, lekker aan het water, heerlijk. Hey, heb je dat wel eens gezien? Wat is dat? Een kabelpont. Een kabelpont? Is daar, huh? Zie je? Een touwtje over het water. Oh ja, zit er iemand, dan trekken ze aan een touw. Kabelpont. Is dat nieuw? Ik heb het nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Jezus, ik heb, als ik die bootjes hier zo zie liggen, heb ik echt zin om te varen. Mijn vader wil echt vandaag varen bij mij. Jij hebt toch ook een bootje? Een klein bootje. Zullen jullie een keer hierheen varen? Dat is wel heel ver. Nou, hoe lang zou dat duren? Ja. 3 uur. Oh ja, maar dat is prima. Ja, we moeten ook terug. Boeien. Ja. Nou jongens, we gaan even lekker lunchen. Oké, jongens, we gaan nu naar een plek waar ik eigenlijk liever niet kom. Ik heb een soort van haat-liefde relatie met deze plek. Express. Huh? Ja. Oh, jongens, Camo Express. Ja, ik. Ik moet hier eigenlijk niet meer binnen. Maar goed, we gaan het toch doen. Ik heb het overleefd. Beter misschien. Zo, ik heb het overleefd, jongens. Bizar. Godzidori. Die nieuwe camera die ik wil kopen, die is €4200. En dat is echt heel veel geld. Alleen, ik denk nu serieus al dat ik er meer dan een half jaar al mee bezig ben. En video's aan het kijken ben van, oh, hoe vet zou die camera zijn. Alleen, het slaat natuurlijk nergens op. Want ik heb hem niet nodig. Want dit beeld is ook gewoon perfect en prima. Alleen, het zijn gewoon van die dingetjes, van die leuke dingetjes die... Ja, omdat ik het toch kan... Dit is daar weer. Gek. Maar goed, zeg maar, het zijn van die leuke dingetjes. Omdat ik natuurlijk ook wel heel erg fan ben van gewoon filmen en drones. Weet je. Het is ook een soort van hobby. Maar ik vind het nog eventjes te duur. Dus ik wacht er nog even mee. Kijk eens eventjes, jongens, waar we zijn. Daar loopt de A9 erachter. En dit zien we dus altijd als we naar huis rijden. Maar hier is dus gewoon een leuk plasje. En ook een tentje en zo. Dus we dachten, we gaan eventjes lekker kijken. Het is echt in de buurt. Het is maar 5 minuten van ons huis of zo. Kijk eens even wat leuk, jongens. Je hebt hier gewoon een strandje zo. Lekker zwemmen. Ja. En Elsje ook. En blijkbaar kan je daarachter dus. Kijk, hier zit zo'n ander hok. En dan kan je zeilen en windsurfen. En dat lijkt me wel echt leuk. Dus misschien dat we dat een keer gaan doen. Ja, jongens, dit gaan wij natuurlijk doen. Hier kan je overheen lopen. Ik ga jou erin gooien, Wim. Doe je ding. Doe je ding? Doe jij eens even normaal, man. Vin. Oh, nee. Engels? Nee. Hey. Goedemorgen. Hey, wij werden wakker en we kwamen op... Nee, trouwens, het was gisteren eigenlijk al. Wij wilden echt vandaag even iets heel erg leuks gaan doen. En toen kwamen we op een fantastisch idee om naar het Dolfinarium te gaan in Harderwijk. Ja. Fantastisch. Beter kan het gewoon niet, jongens. Nee, ja, ik ben echt heel lang niet naar een Dolfinarium geweest. De laatste keer dat ik naar een Dolfinarium ben geweest was ik volgens mij... Was ik echt 8, toen ik naar Texel ging met mijn school. Ik ook zoiets, denk ik. Ja. Maar goed, we dachten, hartstikke leuk. Lekker naar dolfijntjes en zeehondjes kijken en andere zoogdieren en vissen. Oh, hartstikke leuk, joh. Ik wil krabben zien. Hoezo wil jij nou weer krabben zien? Ja, omdat ik die eng vind. En dan wil je juist de krabben zien? Ja, om mijn angst te verwinnen. Oké, nou. Dan gaan we krabben zoeken. Jongens, ze zijn er. Ik kan weer op de foto, kijk. Gaan we staan. Nou, ik zie geen verschil. Nou zeg. Nou jongens, we zijn aangekomen in het Dolfinarium. Ik heb alleen een beetje het gevoel alsof wij hier de enige zijn die 18 plus zijn. Ah joh. Nee, alleen maar kinderen. Hé, hey, er is hier wat bezig. Er is hier een show. Kom, ga kijken. Ik zie ze ook nog niet. Oh. Waar zitten ze nou? Daarnaast staat ze. Ah, ze staan aan de overkant daar. Net nou is ze hier. Mannetjes zien van een mannetje. En een vrouwtje van een vrouw. Hé, El. Ik zag het. Hé, hey, kijk, daar gaan ze. Wat een gekkies. Kijk dan. Lons. Kijk dan, daar gaan ze. Dit is lekker te bakken hier, lekker te zonnen. Een raar beste zit daar. Ja, het is gewoon een groot stuk vet. Jongens, wij hebben het er net over. Ik heb dus elke keer als ik naar bijvoorbeeld de dierentuin ga of naar Dolfinarium, heb ik een soort van dubbel gevoel. Ja, dat is dan niet... wel leuk, maar het is ook gewoon een beetje zielig. Ja, je ziet dan die beesten hier in zo'n klein dingetje zwemmen en dat is ja... Het is toch wat triest of zo. Maar ja, gelukkig betaal je wel veel geld om hier te komen. Volgens mij was het... We hebben volgens mij iets van €40 betaald.
Ja. Kijk, dus dat vind ik dan weer wel goed. Want dan weet je wel, van, nou, dan krijgen ze gewoon goed eten en ze worden goed verzorgd. En dat geloof ik ook wel. Maar alsnog blijft het gewoon, ja, ik weet niet. Het blijft toch een beetje zielig om te zien of zo. Ja. Ik weet ook niet hoe het zit. Knoop, zeg maar, dieren zijn hier zijn opgevangen omdat ze zijn gevonden bijvoorbeeld, hè? Dat ze ziek waren of iets. Dat kan ook nog. Je weet het niet. Dat ze oud in de mens. Ja, ze hebben geen idee dat ze aan het zwemmen zijn nu. Ja. Nu ben je een echte zeemermin. Huh? Nu ben je een echte zeemermin. Yes. Hallo. Nou, El, je mag ze dus aaien, behalve als je wondjes op je handen hebt. Ah, oh, wat jammer. Nee, helemaal niet. Aai, deze. Ja, deze ligt ervoor, hè? Ja, doe maar. Deze spet het ook niet weg. Nee, waarom doe je niet gewoon deze? Hier. Kom maar. Je weet dat als je hier invalt, dat je in... Kijk, er zijn allemaal vissen, zie je dat? En krabben. Ja. Waarom ga je dan ook naar die? Nou, omdat ik die enger vind. We zijn weer uit het dolfinarium, jongens. En zoals we eigenlijk net ook al zeiden, ik vind het toch wel ergens heel erg zielig. Toch wel een beetje zielig. Maar ja, weet je, het stomme is, dat zeg ik dan nu wel heel erg makkelijk achteraf. Maar ik zei net ook al tegen Ella, ik hoef hier eigenlijk niet meer heen. Zeg maar, nee. Het is leuk, ik heb het nu een keer gezien weer. Nou, trouwens, ik ben hier nog nooit geweest. Maar goed, ik vond het, ja, vond het gewoon best wel zielig. Maar goed. Jongens, na een week lang bestellen en uit eten gaan, is Ruben weer teruggekeerd. Zo, Ella heeft gewoon 2 keer gekomen. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, dat is waar. Wat een terug. Ja. Maar Ruben, hij is weer terug. Hoe was het in Milaan? Heb je lekker genoten van muziek en zo? Muziek die je hebt gedraaid? Ik heb enorm genoten van eigen muziek, ja. Ah, nou, dat is top. Echt geweldig. Nou, mooi zo, jongens. We gaan lekker... Jullie hebben jullie genoten van... Ja, wij hebben wel genoten. Kijk, thuis. Hè? Huh? Nee. Echte mannen drinken Fanta Zero. Wat smaakt dit nou naar? Lijkt een cherry. Dus... Cola cherry. Moet je eens eventjes kijken. Wat een mooie avond, jongens. Nog gewoon helemaal licht. Een volle maan. Maar goed, ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Dus vond je dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.